Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR, en met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast kanaal. Het is een absurde spagaat waarin onze arbeidsmarkt zich bevindt. Veel bedrijven klagen dat ze niet genoeg medewerkers vinden, terwijl minderheidsgroepen aangeven dat ze moeilijk werk vinden. Het besef en het engagement om hier iets aan te veranderen groeit bij alle betrokken stakeholders, maar de weg ernaartoe naartoe blijkt minder evident. Bij NCOI hebben ze daarom een opleidingstraject uitgewerkt rond diversity en inclusion, en het is Rachid Etaybi die dit opleidingstraject verzorgt. Rachid is een expert op het gebied van diversiteit en inclusie. Hij heeft ook een unieke ontwikkeld. Om diversiteit en inclusie toegankelijk te maken voor elk bedrijf. En hij schreef het boek DURF Inclusief te Ondernemen. Vandaag zit hij hier bij mij op de jaar kantoorboot in Gent voor een gesprek over diversiteit en het rendement daarvan in jouw organisatie. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Rachid, ja. welkom in Gent uit Mechelen, heb ik begrepen. Jawel, dankjewel. Allright, goed. Rachid, jouw uh, jou roots, zo schrijf je in je boek, zijn een bepalende factor geweest om je verder te verdiepen in diversiteit en inclusie. Het is ook jouw overtuiging dat iemand zijn roots, geloofsovertuiging, achtergrond een heel grote meerwaarde kunnen zijn voor bedrijven. Maar niet alle bedrijven zien dat ze, of ze handelen er niet noodzakelijk altijd naar. Waar, waar loopt het dan fout? Wel, um, ten eerste, diversiteit en inclusie staat niet altijd hoog op de agenda. Bij veel ondernemingen, men is dikwijls bezig met het draaien van omzet, marge is belangrijk, alles wat meetbaar is, maar dat is eigenlijk een beetje een ver van mijn bedshow. Ik ben ervan overtuigd dat uh, ieder individu bepaalde kwaliteiten heeft die belangrijk kunnen zijn voor een organisatie of voor een onderneming. En uh, het is belangrijk om dat ook in de verf te zetten en duidelijk te maken dat we de dag van vandaag niet anders kunnen. Het is eigenlijk mm -hmm. vrij eenvoudig. Als je in een stad als Gent rondwandelt en je kijkt rondom jou, dan zou je eigenlijk datzelfde beeld moeten terugzien op de werkvloer. Als mm -hmm. dat niet het geval is, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Zeggen als je dan de grootste uitdagingen, want je zegt dit staat niet zo hoog op de prioriteitenlijst, als zijn dan de uitdagingen om dat geïmplementeerd te krijgen? Wel zoals ik al zei. Voor een onderneming is meten heel belangrijk. Mm -hmm. Marge kan je meten. Je kan uh, ROI meten, je kan zien hoeveel omzet je draait, maar je kan niet onmiddellijk de vinger leggen: van kijk, als ik linger uh, leg op het feit van als ik investeer in diversiteit en inclusie, brengt het mij dat op. Mm -hmm. Dus je moet erin investeren. En het is bewezen dat dat werkt, maar um, het is niet eenvoudig om of, of voor een ondernemer om te zeggen van ja, kijk, ik investeer er 100.000 euro in en ik krijg er zoveel uit. Ja. En dat is een grote uitdaging. Dat is goed. Als er moet bespaard worden bij ondernemingen ja. die erin meegaan, is dat ook een van de eerste um, agendapunten, die sneuvel. Ja, ja, ja. Oké, okay, helder. Nu, toen je jaren uh, geleden is voor, voor een, een job solliciteerde, die je echt heel graag wilde, had jouw toenmalige werkgever ook wel gehoord naar gans, gans jouw betoogst. Heb je jou ook aangenomen? Dat bedrijf is er toen heel goed in geslaagd hè, om diversiteit en inclusie echt te omarmen. Wat zijn dan zo de sleutelfactoren voor een succes geweest, als je daar nu op terugblikt? Wil eventjes een beetje de achtergrond schetsen. Dus ik, in de tijd ben ik, um, dus uh, ja, mensen met een, met een exotische naam zoals mijn naam, die hebben veel minder kans, om aan, of die moeten heel, veel harder werken om werk te vinden. Mm -hmm. Mijn bedoeling was, ik ga niet zomaar cv's sturen, we zullen wel zien. Ik ben heel anders te werk gegaan. Ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar een onderneming die mensen met een, in mijn geval een migratieachtergrond, um, verwelkomen. Mm -hmm. Een plek waar ik mij onmiddellijk thuis zou voelen, en zo ben ik bij die onderneming terecht geraakt. Um, en die mensen hebben inderdaad een, ja, een fantastisch beleid rond diversiteit en inclusie. Een heel simpel voorbeeldje. Als ik begonnen ben, dan wist uh, de supervisor mij te zeggen: van ja, kijk, als je uh, het me stel dat je moslim bent, ik heb dat bevestigd. Dan heeft hij uh, mij gezegd van ja, kijk, moest, als je wil bieden, zoek jou gewoon een kantoortje uit doe jouw ding. Ja, dat geeft je onmiddellijk een thuisgevoel. Mm -hmm. En dan het belangrijkste is dat je gewoon ja, je kan je focussen op je werk. Je moet niet wakker liggen van hoe gaan ze mij hier behandelen. Word ik aanvaard? Word ik gepest? Je kan gewoon jezelf zijn. En dat is dus eigenlijk een win-win voor de twee partijen: de werknemer en de werkgever. Je kan jezelf ook ontplooien, je kan groeien. Um, en daar heeft die onderneming dus echt uh, de nagel op de kop geslagen, wat dat betreft. Mm -hmm. Het was ook een nul-tolerantie richting discriminatie. Dus uh, okay. dat was fantastisch. Ja, eigenlijk wat je dan zegt, ze hebben zelf ook uitgereikt naar van voilà, kijk als, als je wilt bidden, daar is een ruimte. Je moet de vraag niet eens zelf stellen. Ik ja. vind dat inderdaad wel ja. al een, een, een groot verschil. Hè? Um, nu, bedrijven kunnen niet succesvol ondernemen zonder aandacht te hebben door, door, voor diversiteit en inclusie. Heb je daarnet ook nog eens herhaald. Waarom niet? Wel, als we eigenlijk heel het concept of uit of of het bedrijfseconomisch gegeven vergeten puur naar, naar uh, ja, je hebt mensen nodig om een onderneming te doen draaien dus als je er niet mee bezig bent of als je mensen niet verwelkomt ongeacht de achtergrond dan sluit je al een heleboel mensen uit mm -hmm. als we kijken naar pakweg antwerpen is meer dan 50 van de bevolking daar is van niet-autochtone origine dus ja als je er niet mee, die mensen sluit je al volledig mm -hmm. uit ik heb een tijd terug een bedrijf uh, bezocht Hartje antwerpen en 10% van de werknemers waren mensen met een allochtone achtergrond. Mm -hmm. Ja, dat klopt helemaal dat klopt niet. Dus eigenlijk sluit je de deur in een markt waar arbeidskracht heerst, mm -hmm. wat dus eigenlijk totaal contradictorisch is. Mm -hmm. Dus in dat geval zeg je: van ja, kijk, wat primeert is het talent. En, en hoe kan je dat gebruiken? In mijn geval toen ook bij die onderneming. Mijn idee was van ja, kijk, als jullie iemand nodig hebben als een multinational voor de Noord-Afrikaanse en de Arabische wereld. Ja, wie kan die job beter doen dan ik? Mm -hmm. Mijn mede-autochtone, uh, studenten of leerlingen, die hebben die kwaliteiten, die spreken mm -hmm. geen Arabisch, die kennen de cultuur niet. Niemand kan dat beter doen dan ik. Yeah. Dus de juiste man op de juiste plaats, en yeah. everybody's happy. Absoluut. Zeg, je gaf ook aan. Ik heb je kort uh, ook even gebeld voorafgaand aan de podcast. Waar gaan we het over hebben? Hè? En ik weet dat je toen zei: het is ook belangrijk dat we diversiteit en inclusie breed gaan benaderen. Hè? Op, op welke manier kijken bedrijven daar dan te eng naar? Wel, het is, Zoals ik er juist heb aangehaald, van puur cijfermatig te kijken, mm -hmm. ja, wat, wat levert het allemaal op? Maar het is ook, ja, het is ook maatschappelijk um, ja. daar ben je met iets bezig, eigenlijk, wat, wat eigenlijk bijdraagt, je geeft mensen kansen. En nogmaals, het is een win-win voor alle partijen als je het zo benadert en zo breed mogelijk. Dus als je de deur openzet voor iedereen en iedereen kan gewoon zichzelf zijn. Er zijn een heleboel mensen die bijvoorbeeld een andere geaardheid hebben of de, en die dat moeten verstoppen uit vrees voor actie of represailles of, mm -hmm. of gepest en dat soort zaken. Dat zal niet mogen eigenlijk in deze wereld. Dus ik ben er ook gewoon van overtuigd, puur vanuit, het menselijk, vanuit de mm -hmm. menselijke factor, is het eigenlijk een, 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 een score je daarmee, zet je de deur open voor talent en iedereen kan gewoon zichzelf zijn. Dus het is eigenlijk veel breder dan enkel het bedrijfseconomisch gegeven. Ja. Ja. Dus, beyond de cijfertjes en het return, ja. return on investment op, op korte termijn uh, gaan, gaan kijken. Hè. Nu, het zal ook niet volstaan als we gewoon mensen gaan aannemen met een verschillende achtergrond. Of als we een universiteitscharter. Want dat ziet je ook vaak aan het manifesto: van kijk, voilà, wij beslissen dat wij X en Y zullen doen. Daar gaat het eigenlijk niet over. Dat gaat zeker niet voldoende zijn. Waarover gaat het dan nog allemaal? Ja. Ten eerste wil ik eigenlijk zeggen: het gaat eigenlijk. Ten, het gaat over het, het verwelkomen van alle minderheidsgroepen. Dus niet alleen mensen met een migratieachtergrond, mm -hmm. maar uh, bepaalde doelgroepen, als, als zijn, als, als mensen met een andere geaardheid, mensen met een beperking. Iedereen moet gewoon weg verwelkomd worden en we moeten kijken naar het talent. Wat er eigenlijk een beetje fout loopt bij veel ondernemingen is: van met volle moed aan willen beginnen. Er wordt energie, er wordt tijd ingestoken, er wordt een mooi charter, dat hangt aan de muur, heel fier, een in, minder inkomen. Maar dan slabbakt dat. Mm -hmm. Het is eigenlijk een proces waar je constant aan moet werken. Het moet constant levendig gehaald worden. Het dus moet is moet, uh, dus een cultuur die moet gekweekt worden. Dus het is niet de bedoeling van de bedrijfscultuur volledig overhoop te gooien, maar het is eigenlijk een missing piece op de puzzel die er eigenlijk aan moet ja. toevoegen en waar men constant aan moet werken. Mm -hmm. En dat is een uitdaging. Ja. ja, en het vraagt ook tijd. Absoluut. Het vraagt heetelijk. Ook een omwenteling. In het begin is het veel werk. En dan een ja. Ja, constant zien dat je op die golf blijft gaan. Ja. Dus dat eigenlijk... Uh, om nogmaals weer die win-win situatie mm -hmm. te creëren voor alle partijen. Ja. ja, bij verandering het gaat altijd eerst even heel erg moeilijk. Absoluut. En we moeten dat ja. door. En ja, vaak geven we dan op. Hè. Absoluut. Dat ja. is het menselijk gegeven. Veranderen ja. is altijd moeilijk. Ja. En pff, er zijn ook mensen die gewoon zeggen... Ja, ik, ik als witte... Vlaamse ondernemer U weet zelfs niet hoe ik eraan moet beginnen ja. en waarom zou ik het doen? Mm -hmm. Dus uh, sommige mensen zien het gewoon niet. Ze zijn zo bezig met de groei van een onderneming, met bepaalde factoren die nu nog belangrijk zijn. Maar ja. dat zien ze een beetje. En ik zie mijn eigen een beetje als ambassadeur ja. of als, als iemand die een missie heeft om. Dat Om bedrijven daarvan te overtuigen ook. Zeg, je sprak daarnet van die cultuur: dat duurt lang, dat vraagt een omslag. Dat gaat een tijdje, dat gaat jaren volgens mij. Dat is sowieso ongoing. Um, welke stappen kunnen HR-managers dan doen? Want het zijn vooral HR-professionals die naar deze podcast luisteren. Wat was die als hun aandeel of hun taak hierin? Wel, die mensen hebben denk ik een heel belangrijke rol. En als iemand in een onderneming of als iemand een probleem heeft, moeten ze eigenlijk heel toegankelijk zijn, terecht kunnen. Van kijk, ik heb een bekommernis, ik word gediscrimineerd, ik word gepest, ik voel me niet goed, omwille van. En daar moet eigenlijk inderdaad actie uitkomen. Mensen in HR zijn ook degene waar men komt solliciteren, waar men eigenlijk binnenkomt, zij mm -hmm. vertegenwoordigen onderneming. Dus het is heel belangrijk dat we weten dat er bepaalde valkuilen zijn, zoals bijvoorbeeld onbewust vooroordelen. Ja. Dat is heel normaal, dat is menselijk, we hebben er allemaal mee te maken, we moeten weten dat het bestaat. En hoe gaan we daarmee om? Ja. Want als je je daardoor laat leiden, dan laat je talent schieten. Dus het is heel belangrijk dat daar ook promotiekansen zijn. Dus mm -hmm. hoe. Ga je mensen kansen geven om promotie te maken? Dat moet heel transparant zijn. Ook weer daar opletten voor de valkuilen. Dus mensen van HR hebben eigenlijk een heel belangrijke rol rond alles ja. wat met diversiteit en inclusie te maken heeft. Mm. Zou je zelfs een hoofdrol zeggen? Of, of is het eerder faciliteren? Zo. Een hoofdrol wel. Uh, leiders zijn heel belangrijke mensen bijvoorbeeld, mm -hmm. want zij moeten eigenlijk, zeg maar, de go geven, het 100% ondersteunen. Dus ze hebben daar een, zeg maar, een leidersrol mm -hmm. in, maar het continu levendig houden, het continu uh, waken over het verhaal zit in mijn ogen... Um, in de boutique nee, of in de ja. winkel van de HR. In de boutique van HR, vind even een mooi gezegd. <laughs> nu, uh, werken aan diversiteit en inclusie betekent ook en misschien zelfs vooral werken aan processen en structuren. Je zei net ook, het moet transparant zijn bij promotie. Vaak is het wel zo dat processen en structuren ganz die filosofie van inclusie in de weg staan. Hè. Heb, heb je daar eventueel, ik zie jou knikken, heb je daar een aantal voorbeelden van? Of, uh? Zoals ik er juist heb gezegd, bijvoorbeeld uh, aanwervingen. Ja. Dus er zijn bepaalde procedures om mensen aan te werven, die moeten bijvoorbeeld doorgelicht worden. Wat loopt goed? Wat loopt fout? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde valkuilen dus eigenlijk omzeild worden? Of dat we zien dat we ja, niet blind varen door onbewust vooroordelen? Omdat je daardoor nogmaals um, ja, bepaalde kansen laat liggen. Het is ook begrijpelijk ergens, als je een cv krijgt en je ziet een exotische naam, in mijn geval dit hebt of je ziet um, Jan Verschuren... Het, het, Jan Verschuur klinkt veel vertrouwelijker. En mm -hmm. automatisch, op automatische piloot ga je daarvoor kiezen, maar daardoor ga je kansen laten schieten. Ja. En dat, als je daar die processen bijvoorbeeld doorlicht en anders bekijkt, dan zorg je dat, um, dat je eigenlijk de juiste keuzes maakt. Mm -hmm. Zelfs zoals er juist gezegd voor die promotiekansen. Dus zorgen dat eigenlijk iedereen kansen krijgt ja. en dat niet anderen bevoordeeld worden. Dus al die processen die te maken hebben met... Personeel, training, sensibilisering. Er zijn ook zaken die moeten bekeken worden. Wat loopt daar goed, wat loopt daar fout? Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Meten is weten. Je hebt het al een paar keer gezegd. Dat is ook de reden waarom dat uh, alles rond diversiteit en inclusie, als het een beetje moeilijker wordt. of als er financieel minder middelen zijn, dat dat verdwijnt. Feit is, elke ondernemer gaat het op een of andere manier willen geconcretiseerd zien, al is het maar op de lange termijn. Hè. Hoe kan je dat dan. Al is het dan effectief op die lange termijn meten dat er, een, dat er een succes is, dat er een winst is als je daarin investeert. Eigenlijk is dat inderdaad ingewikkeld, maar het is redelijk eenvoudig. De enige manier om te weten of een bedrijf succesvol of niet, dat is eigenlijk de voice of the employee. Mm -hmm. Dus eigenlijk luisteren naar de werkpopulatie of het personeelsbestand. Wat zeggen die mensen dan? Hoe voelen die zich? En dat kan je enkel doen door bevragingen. Mm -hmm. dus ik heb daar ook bepaalde tools voor ontwikkeld om aan de hand van apps op telefoons bepaalde platformen, dergelijke data te verzamelen om te weten, hoe voelen de mensen zich en heel belangrijk is initieel de nulmeting, om te kijken waar staan we vandaag ja. en wat loopt er goed dus die, die processen moeten eigenlijk op regelmatige basis gebeuren, om constant te peilen eigenlijk een barometer, van ja. hoe scoren we mm -hmm. dat is eigenlijk de enige manier oké, okay. dus dat gewoon Monitoren Gewoon is. Het Gewoon is. Dus, dus ja, dat is niet een eenvoudig, want ja, ja. het, is, het is, is niet eenvoudig, maar het is uh, inderdaad. Uh, maar, dat maar het is dan, wel cruciaal dat het gebeurt. Het is cruciaal. Het is cruciaal maar je zit ook schrijven. bijvoorbeeld met bepaalde gevoeligheden rond uh, uh, privacy. Dus uh, als je wil ja. weten waaruit bestaat die populatie, dus moet je vragen gaan stellen. eigenlijk als ja geaardheid, geloof en ja. dat soort zaken om dat in kaart te brengen. En dat is soms ook moeilijk. Dus voor ja. een bedrijf van wat kan ik vragen, wat kan ik niet vragen. Maar dat zijn zaken waar ik bijvoorbeeld mee in verdiep en dan. Uh, zien dat we de wetgeving volgen, dat bepaalde, dat, dat ja. correct allemaal verloopt, ja. een volledige, uh, ja, dat ja. in volledige privacy gegarandeerd. Ja, stel. want het is, het is effectief niet alleen hoe het bij de persoon binnenkomt, maar ook de privacyregelgeving die gerespecteerd Absoluut. moet worden. Is heel, heel belangrijk. belangrijk Zeker ja. in Europa. Ja. Ja, ja. 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 Um, je hebt er net ook al verwezen als ik zei van wie heeft daar dan zo'n hoofdrol in. Hè? Ik vroeg eens dat voor het jaar, ja. je verwees direct naar leidinggevende. Hè? Leiderschap is zeer belangrijk als je een inclusieve bedrijfscultuur wilt stimuleren. Wat kan een HR-dienst of een HR-manager dan doen om leidinggevenden daarin te ondersteunen? Ten eerste overtuigen. Mm -hmm. Als het vanuit HR moet geïmplementeerd worden, is, uh, moet het leiderschap of de, de, de mensen met een leiderschapsrol mm -hmm. overtuigd worden. Dat is heel belangrijk. Als die mensen er in je tachtig staan, houden het eigenlijk op. Want mm het -hmm. zijn zij die eigenlijk de boodschap moeten brengen, die moet van bovenaf komen, constant op gehamerd worden in vergaderingen. Op platformen, op uh, alles wat met communicatie te maken heeft. Natuurlijk budgetten. Dus mm -hmm. je moet daar bepaalde budgetten voor voorzien. Mensen moeten daar in tijd in steken. Uh, als die mensen overtuigd zijn, dan heeft HR denk ik, een veel gemakkelijkere mm -hmm. rol. Bedrijven waar leadership niet achter, erachter staat, die mislukken meestal in dit ja. verhaal. Want HR heeft dan goede bedoelingen, maar als de top eigenlijk er niet achter staat, dan dooft het uit. Dan gaat het helemaal uh, Absoluut. de verkeerde zijn. kant op. Ja. Ja. Hm? En, en is dat dan ook een stukje door ja, het juiste gedrag ook te stellen van de leidinggevende? Want ja, die moet overtuigd zijn van het waarom dat erop ingezet wordt. Maar ik moet dan ook het juiste gedrag stellen dat, dat mensen stimuleert om, om ja, op. Op een open manier ook feedback te geven aan elkaar, om elkaar aan te spreken op zaken die waarvan dan zeven van: ja, maar dat kan ja. nu toch niet? Gaan ja. we er toch over? Ja, ja absoluut. Ja. Ik ben zelf als ondernemer ook bezig met personeel, mm -hmm. in binnen en buitenland. En het punt is, als leider heb je een voorbeeldfunctie. Yeah. En daar begint het al mee. Dus mm -hmm. hoe sta je in de onderneming? Hoe ga je met je mensen om? Hoe, hoe behandel je die? Eenvoudige dingen, als je bijvoorbeeld door het kantoor loopt, bij de mensen binnenspringen, een hand geven en dergelijke, zijn al heel eenvoudige acties waar je heel duidelijk mee uitvindt. Kijk, ik weet dat je er bent, ik weet mm -hmm. dat, je, dat je deel uitmaakt en, en, en ik kom je groeten. Ik ben nooit ergens geweest waar iemand selectief mensen ging groeten. Dat is verschrikkelijk oh, nefast. Ja. Want ja. degenen die niet begroet worden, die voelen zich eigenlijk een, ja, het vijfde wiel aan. De, ja, minder waardig. Absoluut minder waardig. Ja. Dus, dus, en daar begint het al mee. Als ja. je als leider een voorbeeldfunctie geeft, dan, ben je al half, uh, dan is het, het verhaal al half gewonnen, mm. einds van spreken. Okay. Ook communicatie is zeer belangrijk. Absoluut. Um, heb, je, heb je daar tips hoe, hoe dat we daarmee aan de slag kunnen gaan? Gaat dat dan over regels die moeten uitgevaardigd worden, afspraken? Ja, en dus als je. Diversiteit en inclusie wil, wil omhan uh, uh, zeg maar, omarmen, dan is het mm. belangrijk dat je een soort van charter opstelt. Waarin mm -hmm. dat je duidelijke afspraken maakt wat kan en wat niet kan. Hè. Bijvoorbeeld in een onderneming waar ik in de tijd ben aangenomen, was bijvoorbeeld een heel duidelijke regel rond discriminatie: dat was nul no tolerantie. Yeah. Mensen die gepest worden of, of die gediscrimineerd worden. Uh, racistische uitspraken en dergelijke, dat was gewoon nul tolerantie. We hadden ook vertrouwenspersonen, mm -hmm. dat was een vrij grote onderneming, maar je kon daar terecht met je bekommernis en, en dan werd er een dossier voor opgesteld, dat werd uh, onderzocht en als het effectief klopte, werd, werden de mensen gewoon weg ontslagen, als dat zover kwam. Mm -hmm. Dus je maakt heel duidelijke afspraken, wat ja. kan, wat niet kan. He, dus je lijst dat op en dat is eigenlijk zeg maar een, 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 een ja, een manier die duidelijk aan de mensen weergeeft van, kijk, wij gaan hier zo om ja. uh, met bepaalde zaken. Diversiteit en inclusie wil ook niet zeggen dat je gewoonweg alle grenzen opengooit. Dat mm -hmm. het, er zijn grenzen tussen welke je je, je mag begeven, uiteraard. Mm -hmm. Dus uh, afspraken maken is al een heel belangrijk uh, begin. Ja. En dan wat betreft communicatie: ja, bedrijven die vergaderingen organiseren, die teambuilding events, die, die uh, interne communicatieplatformen hebben. Ja, Sensibiliseren is een heel belangrijke. Want nogmaals, we draaien heel dikwijls op automatische piloot. Mm -hmm. We gaan onbewust dingen voordelen. We zitten met microagressie, dus waarbij we mensen eigenlijk gaan kwetsen zonder dat we dat dikwijls weten. Ja. Dus heel belangrijk dat we de mensen constant sensibiliseren. Dus het communicatieproces uh, is een hele belangrijke. Mm -hmm. Ja, die microagressies is effectief iets wat we volgens mij heel erg lang over het hoofd hebben gezien, dat zijn zo'n die kleine kwetsende opmerkingen, die waarschijnlijk nooit echt zo bedoeld zijn. Maar als je continu die opmerking krijgt, op den duur durf je daar dan ook niet meer op te reageren, want je hebt er vroeger ook nooit op gereageerd. Dat is zeer niet vast voor iemand zelfvertrouwen. Hè? Absoluut. Ja. En dat stapelt zich op, stapelt ja. zich op, stapelt zich op. En uh, op een bepaald moment gaat het niet meer. En ja. nu, uh, het punt is... Als, als diversiteit en inclusie niet op de agenda staat en mensen worden gepest, worden gediscrimineerd, microagressie, dan komt het van alle hoeken en dat creëert een stressfactor. Mm -hmm. Mensen kunnen zichzelf niet zijn. En dan, ja, ten eerste je presteert niet goed. Voordat je het weet, zitten mensen ziek thuis en zo Dus ziekteverzuim is groter en en zo verder. Dus ja. het heeft een heel, heel nefaste, mm -hmm. nefaste invloed. De klant gaat het ook voelen, hè? Absoluut, mm -hmm. absoluut. Stakeholders inderdaad ja. gaan het voelen, klanten en ja mm -hmm. nu op basis van jouw expertise heb je dus ook een, een opleiding uitgewerkt die je nu samen met de NCOI aanbiedt kan je misschien kort zo wat het programma ik weet niet de onderdelen ofzo die erin aan bod komen kan je dat even over overlopen het allereerste is duidelijk maken wat diversiteit en inclusie is. We gaan daar ook een beetje verder in. Het gaat over DIB, dus diverse, Diversity, Equity, Inclusion en mm -hmm. Belang. Dus eigenlijk het hele pakket, wat het inhoudt, wat juist wat is, um, waarom het belangrijk is. Het is ook bewezen, ondernemingen die hierin meegaan, die presteren tot 35% beter dan degenen of de concurrenten die het niet doen dus duidelijk maken waarom dat belangrijk is, is één. Ten tweede, van, ja, kijk, hoe ga je om met bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld aanwerving, um, zoals uh, inderdaad promotiekansen mm -hmm. en dat soort zaken, dus die worden aangekaart. En dan duidelijke tools meegeven, opletten voor uh, welke valkuilen, hoe moet je omgaan met... Het einde van de dag is het de bedoeling dat mensen heel goed weten wat het is, mm -hmm. hoe moet ik ermee omgaan. En uh, als ik morgen aan de slag wil gaan, hoe kan ik op een vrij eenvoudige manier al onmiddellijk ja. bepaalde zaken of processen in gang zetten om um, het verhaal te omarmen? Dus het is eigenlijk bedoeld om er meteen mee aan de slag heel te praktijk, gaan. Heel praktijkgericht, absoluut. absoluut ja. Ja. Okay. Ik gebruik ook heel veel storytelling vanuit ja. mijn achtergrond, hoe het fout is gelopen. Ja. En ook voorbeelden waar het wel goed loopt. Ja, dus ook. van concrete gevallen. Dat uh -huh. ze eigenlijk zien dat je soms met heel eenvoudige oplossingen heel ver kan geraken. Ja, zeker. We zullen misschien ook een linkje naar de opleidingen bij de podcast toevoegen. Voor mensen die zeggen: We kunnen toch gewoon een keer even dat programma bekijken. Ja, ik wil daar wel wat meer over vernemen. Um, ik sluit de podcast uh, altijd graag af met zo'n ultieme boodschap. Zo echt een teken. Dat je zegt van als er iets is dat je moet onthouden, laat het dan dit zijn. Waarmee wil je afsluiten? Voor mij is het eigenlijk allemaal heel eenvoudig. Eén tip die ik kan, iedereen kan meegeven, is als je interactie hebt met een collega, met een leidinggevende of in de andere richting. Zet u in de schoenen van de persoon tegenover u. Mm. Probeer een band te creëren. Probeer te gaan op een. Voor verbinding, vooral op een empathische manier, niet enkel vanuit zakelijk standpunt, maar probeer het mens zijn eigenlijk. Eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig. Als mens zijnde zijn we gewoon sociaal, we willen samen functioneren, we kunnen niet alleen functioneren, dat is ook bewezen, en we werken samen in een bepaald verband. Ja, dan moeten we het zo aangenaam mogelijk maken voor iedereen, zodat iedereen zich goed voelt. Dus mm -hmm. zet u even in de schoenen van de persoon tegenover jou en dan. Dan We een, een, een heel, heel pak verder komen. Ja, of kruipen ze in iemand zijn hoofd. Zou yes. je ook kunnen doen. Alright, All right, dankjewel. heel boeiend gesprek. Merci daarvoor. Dank je. Dank Graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet weten dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.